balie voor het College Hotel in Amsterdam. Dat wordt gerund door studenten van het ROC. En wij gaan even kijken wat ze dan precies moeten doen. Kom je mee? Chris, goeiedag. Wat ben je hier aan het doen? Ik loop hier stage. Jullie treffen me trouwens wel bij de receptie, want normaal sta ik niet hier, maar loop ik door het hele hotel rond. Ik loop hier een duty manager stage. Dus ja, het houdt heel in het kort in dat de duty manager verantwoordelijk is voor de hele gang van zaken in het hele hotel. Ik vind het een erg leuk hotel, omdat we dus allemaal stagiaires zijn ook. En ook is het een betere manier, vind ik, om te leren dan wanneer je in een hotel zit waar mensen eigenlijk professionals zijn. Omdat je hier alles zelf moet doen, je moet zelf erachter komen hoe alles werkt. Je wordt natuurlijk wel ingewerkt, maar je moet op je eigen idee afgaan als je hier staat. En dat vind ik eigenlijk het leukste. Ik sta hier langs de directrice van het College Hotel en kun je jezelf eventjes voorstellen? Ja, ik ben Isabel van Ouwekerk. Ik ben inderdaad de hotelmanager. En wat onderscheidt het College Hotel dan van de andere hotels in Amsterdam? Nou, ten eerste het design, de look. We hebben ook daar een prijs voor gewonnen. We hebben in oktober vorig jaar de Best Interior Design in a Hotel in Europe hebben we gewonnen. En dat is een prijs die in Parijs werd uitgereikt. En daar zijn we enorm trots op. Dus sowieso het design, de look. En we zijn een 4-sterren hotel met een 5-sterren service. En wat het natuurlijk uniek maakt is dat het hotel gerund wordt door studenten. En dat heeft nog niemand gedaan. Er zijn wel hotelscholen die ook een hotel erbij hebben of kamers en een restaurant. Maar wij zijn echt een hotel. En het is zo dat alleen maar studenten van het ROC kunnen hier stage lopen? In principe is onze partner inderdaad het ROC van Amsterdam. Maar we hebben ook studenten van andere ROC's en soms ook van hogere hotelschool, Leeuwarden of Den Haag. Daar hebben we Joram. We gaan even kijken wat hij aan het doen is, maar hij is druk bezig volgens mij. €700 per dag, €550 voor een halve dag. En hier staat alle informatie over, de algemene informatie over het hotel, zeg maar. Oké, dank u wel. Alsjeblieft, mevrouw. Mag ik even vragen wat je aan het doen was? Ja, ik was een zaal aan het verkopen, onze PC-hoofdsalon. En dat is wat ik hier doe. Ik ben de Banquet Sales Coordinator. Dat wil zeggen dat ik telefoontjes aanneem van gasten die een reservering willen plaatsen. Oftewel restaurantreservering vanaf 8 personen. Of als ze gebruik willen maken van onze zalen. Ja, en wat we hier hebben zijn interviews en conferenties, van alles eigenlijk. Rogier, wat gaan wij doen? We gaan kijken of de kamermeisjes de kamer op de juiste manier hebben schoongemaakt. Oké, dus jij let een beetje op of het goed wordt gedaan? Ja, inderdaad. Oké, nou, let's go. Okay. Welke kamer is dit? Het is kamer 123. En hoeveel kamers hebben jullie? 40. 40 stuks. En waarom is dit dan nummer 123? Het begint zeg maar vanaf die kant zijn er 22 kamers. Kamer met nummer 13, daar doen we niet aan. Die slaan we over, dus kom je uit het nummer 123. Daar staan we nu. Omdat het ook op de eerste verdieping is dan? Dat klopt. 1 staat voor de eerste verdieping. En 23 voor de rest. Oké, nou, doe je ding. Heb je nog een afscheidsritueel? Ja, finishing touch is altijd even persoonlijke brief voor de gast. Die op de map komt. Hoe persoonlijk is die? Typ jij die 's morgens uit? Of, dat wordt gedaan door de dames van de receptie. Nou, Rogier, hartstikke bedankt. Ik ga een kijkje in de keuken nemen. Veel plezier. Dankjewel. Hoe vind je het om hier met jongeren in de keuken te staan? Ja, erg leuk. Mensen zijn ambitieus en veel werklust. Ja, we willen graag doen echt hun best en zo. Dus erg leuk. Ja, vooral iedereen is jong, dus je bent kan goed met elkaar overweg. We gaan even kijken bij Chalice wat ze aan het klaarmaken is. Ik ben nu mackerel aan het maken. Makreel. Dit is al makreel. Dit zijn korteleitjes. En dit zijn cornetjes en dit is saus. Ook leuk omdat het allemaal jonge studenten zijn hier? Ja, tuurlijk. Ja. Het is gewoon gezellig hier en zo. En, ik vind werken met een beetje stress, ja, dat is wel leuk, weet je. Dat geeft je gewoon een beetje een kick. Ja, het is gewoon. Het is niet zo saai als een kantoorbaantje of zo, de hele dag achter de computer zitten. Waar je echt van in slaap valt. Je moet een beetje energie hebben ervoor. We staan in het restaurant en een beetje hectisch.
Maar als het goed is gaan we zo nog iemand interviewen. Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Oké, nou Luc, vertel eventjes wat je hier doet. Nou, ik ben stagiaire bij het Coolidge Hotel en ik loop hier 5 maanden stage. Ik doe hotelschool in Amsterdam en ik zit in mijn laatste jaar. En ik heb het geluk dat ik leiding mag geven aan in het restaurant. Dus jij bepaalt wie hier straks gaat poetsen en het bestek neerleggen? Nou ja, dat klinkt een beetje verkeerd. Het is zelf natuurlijk ook heel hard meewerken. Maar ik leer hier om leiding te geven en de juiste manier daarbij te vinden. En wil je uiteindelijk directeur worden van het restaurant? Nou, dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. En hoe oud ben je nu? 21 jaar. En hoeveel ervaring heb je hier? Vanaf februari ben ik begonnen. En ik moet tot eind juni, dus ik zit in mijn laatste maand nu. En ik ben begonnen met werken in horeca ongeveer tussen... Nou, toen ik bijna 16 was, denk ik. En daar gaan we nu eventjes heen. Ligt hier achter mij. Ik moet ook heel nodig, dus komt goed uit. Galmt het nou ook? Ah! Eens even kijken of ik er nog leuk uitzie. Tot zo!